Yo iedereen, het is dat was hier weer. Jawel, met opnieuw een live commentary. En waarover wil ik het vandaag met jullie hebben? Dat is gewoon mijn evolutie of revolutie op het vlak van competitief Call of Duty. We gaan ermee beginnen waar ik ben begonnen. Dat klinkt misschien grappig, maar ik ben begonnen, ja, heel vroeger, op mijn 12, 13 jaar, op Call of Duty 4. Of gewoon ook wel gewoon Call of Duty Modern Warfare. Voor degenen die die Call of Duty niet kennen, in mijn ogen, dat is nog altijd de beste Call of Duty die ik ooit heb gespeeld. Dus moest je ooit de kans hebben, of gewoon ga naar de winkel en speel dat spel, want dat is echt de moeite. Er is geen bullshit van campers en zo. Dat is gewoon een zot spel. Dus waar ben ik begonnen? Dat was gewoon school. Een paar vrienden dachten van, kom, we gaan eens een clan oprichten. Hè. Dat bestond toen nog alleen, ja, niks speciaal, gewoon dezelfde kleintech. Dus dat was toen al, jawel, Bos, B, grote O, grote S, kleine S. Dat was onze clan, die noemde Bos. Dus daaruit is ook mijn latere PSN ontstaan. En ja, de meesten noemen mij ook, nu ook gewoon Bos of Smack, je ziet maar. Dus ja, dat was gewoon samen online een beetje enemies, van die noobs afmaken of gewoon van die pro's afmaken. We waren niet zo groot, dat was gewoon een vriendschappelijke clan, gewoon rustig wat samenspelen. Dan het nieuwe spel, Modern Warfare 2, dat was gewoon hetzelfde, ook onder dezelfde vrienden. En misschien nog een paar nieuwe, ik weet het niet zo goed meer, maar ja, dat maakt niet zoveel uit. Gewoon hetzelfde, onder vrienden een beetje public matches spelen. Niks speciaals, alles dus. Dan kwam MW3 uit, dan begon ik het al een beetje serieuzer te nemen. Ik heb voor het eerst kennis gemaakt met Game Battles. De meesten die deze video kijken zullen dat wel weten wat dat is, maar ik zal het gewoon heel kort uitleggen. Game Battles is gewoon competitief Call of Duty. Dat is gewoon tegen elkaar spelen, voor de win of voor de loss. Soms is er wel wat bullshit in Game Battles, zoals disputes, die je misschien verliest onterecht, maar ja, daar kunnen we helaas niet aan doen. De mannen die escalaten, dat zijn van die mannen van 40 jaar, die er achter hun computer zitten, die bekijken niet eens naar de proef en die stemmen gewoon voor iemand. Soms is het geluk, soms is het ongeluk. Ja, dus Game Battles, laat ik even terzijde. MW3, jawel, op een dag kwam ik dan de Belgium All-Stars tegen. Ik mocht er dan try-outen, dus dat verliep allemaal heel goed. Ik werd dan ook aangenomen in de clan van Belgium All-Stars. Maar dat was in het begin een probleem. De meesten weten dat waarschijnlijk nog niet, maar ik mocht me niet echt bewijzen, dus ik werd zo aan de kant geschoven. Maar ik bleef, ik gaf het niet op. Ik dacht iets van competitief Call of Duty, dat ligt mij, ik wil dat blijven doen. Ik ben er misschien goed in, ik weet het niet, ik wil dat gewoon blijven doen. Dus ik dacht van, ik ga in Belgium All-Stars mijn eigen bewijzen. Online haalde ik mooie scores, mooie moves. Misschien moesten we wel eens zien van, ja, die kan misschien wel spelen. We laten die eens meedoen tegen een andere clan. Dat heb ik gedaan en dat verliep allemaal heel goed. Zodat ik eigenlijk een soort van vaste plek kreeg in het topteam van Belgium All-Stars. Dat ook competitief toch wel hoog staat. Maar dan, op een dag, jawel, heb ik met mijn vriend Matthew is gesproken en ik ben eigenlijk gewoon wat League Play en zo beginnen spelen. En toen heb ik eigenlijk kennis gemaakt met Orbit, Orbit Gaming. De link naar de sites en zo verder, hun YouTube channel, zal ik wel in de descriptie zetten of gewoon op mijn Facebook pagina, je ziet maar. Dus ja, Orbit Gaming, dat is eigenlijk een hele grote community. Je mag het je eigenlijk zo voorstellen. Er zijn heel veel mensen in Orbit, echt heel veel. Dus die spelen onder Orbit. Dat is zoiets als Farico. Er zijn heel veel mensen ook van Farico, maar ook in Orbit en ook in Farico natuurlijk, zijn er maar een paar pro-topteams. Wat doen die pro-topteams? Ah wel, die moeten hun community eigenlijk een beetje voorstellen eigenlijk. Zij spelen in de naam van Orbit. Excuseer, dat was mijn gsm, ik zal hem even stilzetten. Dus ze spelen in de naam van Orbit eigenlijk voor hun, snap je? Dat is misschien, ja, ik leg het heel raar uit, maar ja, dus gewoon even nog eens heel kort. Ik zit momenteel in het top EU pro team, ook wel het enigste top EU pro team van Orbit, samen met Matthew, Sammy en Louis. Jullie zullen ons ook binnenkort bezig zien op het LAN-event, de 24e, dus kijk daar ook al maar naar uit. Wat doen wij? Wij stellen gewoon Orbit voor. Wat doen wij? Voilà, nog eens. Wij doen EGL Cups, wij doen Game Battles, wij gaan naar toernooien. Binnenkort gaan we naar Reflex GT. Ja, Orbit die nemen het echt wel serieus, sponsorships en zo verder. Dus ik ben er heel tevreden over. En ik denk dat dat een unieke kans is. Ik ben heel blij dat ik dat heb leren kennen, Orbit. Of zij mij hebben benaderd, om het zo te zeggen. Contract voorgeschoteld, tekenen en dat was in orde. Dus dat was eigenlijk een kleine evolutie. Ik hoop dat ik nog heel lang voor Orbit mag spelen. Misschien raak ik wel hoger, misschien ook niet. Maar ik ben alleszins heel blij met de situatie waarin ik me nu bevind. En ik hoop dat ik dat nog lang mag doen. Hè. Dus mannen, schrijf eens hier in de comments. Heel kort, heel lang, maakt niet uit. Je hebt maximum 500 tekens om het te zeggen. Wat is jullie evolutie op het vlak van competitive Call of Duty in het algemeen? Of gewoon, wat vinden jullie plezant aan Call of Duty? Maar dan op competitief niveau. Schrijf dat eens in de comments. Ik ga dat lezen, commenten, recommenten dan, erop antwoorden. En ja, ik ben benieuwd naar jullie verhalen. Dus mannen, deze was Tabos. Vergeet niet te liken, te commenten en te subscriben als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zie jullie gewoon de volgende keer. Ciao! Gentlemen, that was textbook.